Rotterdam is een fantastische stad, een waanzinnige skyline. Maar op de grond is het heel erg dood. Hoe komt dat? Nou, misschien moet je niet bij de skyline beginnen, maar beginnen bij de auto. De Rotterdamse stad die eigenlijk het centrum is ontworpen op 50 km per uur, dus voor de auto. Pas eigenlijk vrij recent zie je dat de voetganger ook hier, ja, toch wel de stad zich echt begint toe te eigenen. Nou, als je hier om je heen kijkt, hier eigenlijk aan de achterkant van de verlengde Hoogstraat, waar de Rotte ligt, dat is het water van Rotterdam. Nou, dat is allemaal achterkant. De hele route is één grote achterkant. Dat is heel merkwaardig. Nou, het meest storend is de eenzijdigheid van bepaalde gedeelten. Dus de lijnbaan bijvoorbeeld, nou, dat bestaat uit twee dingen. Het bestaat alleen maar uit winkels. Nou, als die dicht gaan, dan is het dicht. En er is te weinig andere zaken zijn er. En dan is er ook nog dat wonen, dat zit er wel in. Maar ja, dat zijn allemaal huurwoningen en daar praten ze nou over dat dat misschien gedeeltelijk gesloopt moet worden. Nou, dat moet natuurlijk niet gesloopt worden, maar er moeten dingen aan toegevoegd worden. Je hebt daar eentje verderop zitten bedrijven die werken voor de gemeente en die werken op de begaande grond, maar die zijn helemaal hermetisch afgesloten. Daar hangen gordijnen en luxeflex voor de ramen. Nou, dat is super lelijk en er moet gewoon levendigheid komen, er moet meer groen komen. Het terrassenbeleid moet veel makkelijker. Ik bedoel, er zijn allemaal, je hebt de Pannenkoekstraat, zijn allemaal leuke tentjes, Toaster, Soho, Rembrandt, het zijn allemaal hele gezellige tentjes. Maar de gemeente doet wel redelijk moeilijk met het terrassenbeleid. Wat er niet moet is als gemeente bij een ontwikkelaar, schuinstreep belegger, want wij zijn het allebei, afdwingen dat er een commerciële functie in moet waar het eigenlijk nauwelijks kan. Want dat is zo mooi als het lukt en daar ben ik het ook mee eens. Ik deel ook die ambitie, maar soms kan het niet. En dit is het Lloydskwartier waar het steeds aantrekkelijker en levendiger en drukker wordt. Maar dat gaat stap voor stap. Daar zit geen routing, daar zit geen trekker, er zit helemaal niks, behalve ons eigen kantoor en woningen. En daar is dus heel lastig om een commerciële functie te plaatsen. En dus moet je het eigenlijk niet doen. En wij vinden gewoon dat er veel meer mogelijk moet zijn. En dat er veel meer direct contact moet zijn vanuit de gemeente met de ondernemers. En vooral met de jonge ondernemers. Ik bedoel, je hebt de lijnbaan die wordt overheerst door de grote winkels, door de grote multinationals en dergelijke. Door de H&M's, door de telefoonwinkels. Dus de kleinere boutiques zijn allemaal uitgeweken. Maar daar moet wel meer naar geluisterd worden. Wat volgens mij heel goed ontwikkeld is, is de Witte de Witstraat. Waar je ziet dat er een enorme omslag is gemaakt. Waar de hele straat eigenlijk voor voetgangers ontzettend prettig is om te zijn. Omdat er eigenlijk iedere meter wel iets interessants te zien is of gebeurt. En dat is, ja, dat, hoe dat gebeurt is, dat zou je de rest van de binnenstad ook wel toewensen.